Zorgcentrum op het Hoogveld staat vanavond in het teken van één park voor heel Sint-Tunis. Kunt u dat toelichten? Ja, wij zijn als dorpsraad benaderd door ZLTO en mensen van Bronlaak met de vraag of wij als dorpsraad niet wat kunnen betekenen om het landschapspark wat te verfraaien en onderhoudsvriendelijker te maken. Want het was voor de huidige bewoners van Bronlaak lastig om het hele park, die nou het park beheren, om dat nog goed te onderhouden. Nou, vanavond willen we graag kijken of we een draagvlak bij de mensen van het dorp kunnen krijgen. En die gaan straks ook schetsen en ook ideeën uitwisselen wat wij verder met het park kunnen doen. Want waarom is het belangrijk om de bewoners van Sint-Tunis erbij te betrekken? Nou, het park ligt hier in Sint-Tunis. We hebben eigenlijk maar één openbaar dierenweidje. En het is een schitterend park. En ook het zorgcentrum is ook het enige zorgcentrum in Sint-Tunis. En ook de buren en mensen met kleine kinderen komen hier al vaak wandelen. Maar we zouden het fijn vinden als ook iets grotere kinderen ook met water kunnen spelen. Want het is hier een hele mooie sloot eromheen. En we willen ook een pool realiseren en gewoon wat meer water, dus dat die ook wat langer hier spelen. En dan krijg je vanzelf een interactie tussen de bewoners van cliënten van Bronlaak die nou het beheer hebben, plus andere mensen die mee kunnen helpen. En alle bewoners van Sint-Tunis en niet te vergeten bewoners hier van het zorgcentrum. Eigenlijk zijn jullie bezig met de metamorfose van het park. Kun je dat iets meer toelichten? Wat gaat er gebeuren? Ja, wij willen eigenlijk, als het realiseerbaar is, proberen om de beek meer te laten meanderen, een pool erbij te kunnen hebben en waarin bijvoorbeeld wat keien, zodat kinderen over de sloot ook op keien kunnen lopen en met water kunnen spelen. En misschien een pomp of iets dergelijks. En we willen ook overal bankjes hebben, zodat ook de bewoners van het centrum kunnen kijken hier naar die kinderen. En zodat je meer een activiteit hebt hier op dit park. Waarom bent u vandaag bij deze bijeenkomst aanwezig? Nou, omdat ik de buurvrouw van het park ben en wij dus al jaren op het park uitkijken. En alle belang bij hebben dat het een fijn, mooi park wordt. Bovendien is er een stuk aan onze tuin grenzend wat helemaal verwaarloosd is door de gemeente. Dus ik hoop dat het echt een heel mooi park gaat worden. Ziet u iets waarin u zou kunnen bijdragen hieraan? Nou, ik wil eerst even afwachten wat de ideeën zijn, want daar weet ik niks van. Maar ik zou er wel graag aan meewerken, meekijken, meedenken en eventueel met ideeën komen, want die heb ik natuurlijk al jaren. Ja. We hopen dus een grote opkomst, dat heel veel mensen enthousiast zijn en echt een park van Sint-Tunis van maken. Dat is onze doelstelling vanavond.